Broeder Andrew is terug in zijn geboortestad Dordrecht. De Anglicaanse priester werkt al 40 jaar in Jordanië, waar hij ook directeur is van een doveninstituut. Deze week verkondigt hij in diverse kerken in ons land zijn boodschap van hoop uit het Midden-Oosten. De spirituele carrière van André de Carpentier, zoals hij burgerlijk heet, begon in de Zeehavenbuurt, waar hij 50 jaar geleden pastoraal werker was. Ja, inderdaad. Wij kwamen hier dan in dit wijkgebouw, dat was toen de boei, en van daaruit gingen we hier bij de mensen op bezoek en zo waren we bezig met sociale zorg, geestelijke pastorale zorg. En ik weer om nu hier te zijn, het komt allemaal terug. Diezelfde boodschap, diezelfde instelling, het positieve naar elkaar toe, zie je nu weer bij moslimmensen die hier om ons heen wonen, die eigenlijk we allemaal toch ook op eenzelfde manier zoeken en bezig zijn. En wie zoekt, die vindt de zin van het leven. In Jordanië is dat vooral andere mensen helpen. Zo vangt het kleine land liefst 2 miljoen vluchtelingen op. Wat frappant is voor mij in een land als Jordanië is de directheid, de openheid. Je kunt gewoon zeggen wat op je hart is. Je kunt met elkaar praten, je kunt met samenwerken. En daar kom ik weer terug in die zeehaven van 50 jaar geleden, waar mensen je ontvangen met een directheid en een openheid die gewoon wel doet. Luister naar elkaar is broeder Andrew's boodschap. Ook nu. In de politieke crisis tussen Turkije en Nederland ligt daar de oplossing. Haal niet alle informatie uit de media en luister niet naar al die slogans die daar gebruikt worden door Mr. Erdogan en die groep die wat rechts afglijdt. Nee, ga praten met je Turkse buurman en leer om samen de problemen aan te pakken en op te lossen. Broeder Andrew, komende donderdag in Eilandleven kunt u kijken naar een uitgebreid interview met hem.